Erik ten Hag. Ja. Zien we die nog terug op het veld? Bij Ajax? Ja, nou ja, dat, zij zeggen van wel. Alleen het meest krankzinnig is gewoon van... Of je zegt, stop er nu mee met hem. Maar gaat niet zeggen van, als het in het begin niet loopt zoals het zou moeten lopen, dan nemen we afscheid. En weer een verloren seizoen. Dat is toch geen... Ja, maar dat kan toch niet? Hij moet gewoon weg en de boer terug. Nou ja, daar werden we de laatste 2 jaar bij Ajax ook niet vrolijk van. Bij de boer. Maar wie moet er dan... Laat me zeggen, ik voel dat die man het daar niet redt. Gewoon gevoelsmatig. Maar wat moeten ze dan voor trainer hebben? Dat heb je denk ik waarschijnlijk wel een Maar wat moeten ze dan voor trainer hebben dan? Zij hadden gewoon die trainer moeten laten zitten. Okay, die jongen, de Keizer. Dat was gewoon een jongen uit die Ajax... Maar goed, dan hebben ze zich vergist. En nou komen ze jou om advies vragen. Wie moet het dan worden? Ja, ik ga hun toen niet advies... Gratis. Zij zijn mijn ploeg niet. Nee, maar even serieus. Zijn er überhaupt trainers waarvan jij zegt, die zouden ze moeten hebben? Nee. Ik heb het niet zo op trainers. Waarom nee, dat meen ik. Dat is geen geintje. Want ik ben al een hele tijd bezig om na te denken. Ze zeggen, ja, dat kost moeite. Maar ik ben na aan het denken over... waarom is nou al zoveel jaar... gaan wij alleen maar bergafwaarts... in plaats van dat wij beter worden. Heb je het over het Nederlandse voetbal? Ja. En dat komt alleen door de trainers. Nee, het komt niet alleen door de trainers. Ook door het systeem. Nou zeg ik, dat komt door de trainers. Daar heb ik over nagedacht. Nee. En dan zeg jij meteen... Ik denk dat het komt door dat typetje zoals Raiola. Die gewoon... Nee, natuurlijk niet. Jawel, dan hebben ze een speler die het een beetje doet. En dan boep, weer weg. En dan sta je weer op slopers hoogte. Dan moet je opnieuw beginnen. Nee. Dus nee, jij zit net zo te kletsen als je andere mensen allemaal. Dus omdat hij de jongen wegbrengt en de jongen veel geld gaat verdienen... dat is toch zo goed recht, of je het daarmee eens bent of niet. Maar denk je, als mijn zoon, die is 18 of 20... en hij kan 3 miljoen per jaar verdienen... dan zou ik dan zeggen, moet je niet doen, joh, gek, blijf nog lekker 3 jaar daar lopen. Maar dat is dan wel... breek je benen, dan krijg je niks. Maar daardoor krijg je nooit een hecht team. Ik bedoel, tegen dat die jongens een beetje kunnen voetballen gaan ze. Ja, maar jij gaat ook weer zo raar zitten. Jij zit nu te praten als een trainer. Kennen we geen hecht team? Nou ja, dan zou ik toch nog trainer kunnen worden. Nou, dat is het enige dan. Ja. Maar of wij daar nou gelukkig mee moeten zijn, dat betwijfel ik. Ja.